enkele prominente Surinamers een debat georganiseerd met betrekking tot grondrechten. En dit debat was bedoeld om samen te praten met politici en andere notabelen met betrekking tot het oplossen van dit vraagstuk. En een van de inleiders was de heer Hugo Yabini, voormalig DNA-lid. En ook een van de Samakas die het initiatief had genomen om de staat een paar jaren geleden te brengen naar internationale organisaties om deze zaak te beslechtigen. En hij is hier vanmorgen in de studio en met hem gaan wij praten over deze beweegredenen en waarom het nodig was om een openbaar debat te houden met betrekking tot grondrechten. Meneer Yabini, goedemorgen en welkom. Ja, goedemorgen. Heb ik in mijn aankondiging de juiste informatie doorgespeeld? Ja, maar even ter aanvulling. Het debat was niet alleen bedoeld om met politici te praten. We hebben gemeend om ook met de samenleving, meer de mensen van de kustvlakte, ook te betrekken in de discussie. Ja. Omdat wij gemeend hebben dat men de afgelopen jaren, als we de debatten volgen in het parlement, dat er een misvatting bestaat over het vraagstuk van grondrechten. Het lijkt meer iets van het binnenland versus het kustgebied. Ja. Maar dat is het juist niet. Ik denk dat we daarom hebben gemeend om die informatie, om die awareness ook te brengen naar de kustvlakte, zodat iedereen kan meedenken, kan meehelpen om te begrijpen dat het een vraagstuk is van het is een nationaal vraagstuk. Ja. En wij moeten allemaal de juiste informatie krijgen, zodat wij een goede beoordeling kunnen maken. Ja, geweldig. U zei over een misvatting. Hoe is dat ontstaan? Ja, omdat men eigenlijk de focus, de nadruk wordt gelegd bij de natuurlijke hulpbronnen. Ja. Het lijkt alsof grondrechten wordt geregeld bij wet dat eigenlijk de helft of driekwart van het land dan eigenlijk toe zal worden behoord aan de binnenlandbewoners en dat de rest van Suriname dan geen toegang meer zal hebben tot dat gebied en dat alle natuurlijke hulpbronnen dan in het bezit komt van de tribale en de inheemse. Maar ja, dat is juist, daar is de misvatting. Ja. Want er is een vonnis, er zijn 2-3 vonnissen. Een Mojuana vonnis, ja, een Samaka vonnis, Kalinijn Lokone vonnis. En daar heeft het Hof gezegd dat de natuurlijke hulpbronnen die de mensen traditioneel gebruiken, dat die hulpbronnen dan tot hun bezit moeten komen. Ja. Maar alle andere hulpbronnen, zoals goud, want iedereen focust op goud, dat nergens heeft het Hof gezegd dat goud dan toe zal behoren aan de mensen van het binnenland. De staat blijft nog steeds eigenlijk de zeggenschap hebben over alle natuurlijke hulpbronnen. Wat zal veranderen is dat er vraag FPIC zal worden toegepast. Dat bij elke grootschalige economische activiteit er overleg moet worden gepleegd met de bewoners vooraf, zodat men begrijpt waarom men het gaat doen en dat ook de staat ook luistert naar de bezwaren van de mensen wanneer ze nee zeggen. Ja, dus in feite hoor ik u zeggen dat deze informatie niet goed is verdeeld aan de binnenlandbewoners en aan de mensen die in de kustvlakte wonen. Ik denk dat de staat heeft verzuimd om de juiste informatie te geven, ja, dat er goed uitleg wordt gegeven en dat ook andersdenkenden, of althans de economisch belanghebbenden, de concessionarissen, daar een verkeerde draai aan geven, alleen maar om die steun voor dit vraagstuk eigenlijk te verzwakken. Ja, wanneer men zegt van eigenlijk het gaat om het economisch belang, dan gaat men denken van, ja, die mensen van het binnenland willen alles hebben en dan kunnen wij dan geen toegang meer hebben. En ja, daar willen we eigenlijk verandering aan brengen door de juiste informatie te delen met de samenleving om te kijken van, het is een nationale vraagstuk, het is een internationale verplichting van de staat Suriname, ja,
dat eigenlijk de rechten van inheemse en tribale volken wettelijk moeten worden geregeld. Ja. En wanneer dingen wettelijk worden geregeld, dan krijg je ordening. Ja. Krijg je een betere samenleving. Dan kan die ontwikkeling zoals wij dat ook willen, ook op een duurzame manier plaatsvinden. Ja, grondrechten, als men daarover praat, wordt de focus meer gelegd op grond. Maar grondrechten is breed. Los van dat deel van grond, welke andere grondrechten zijn er nog? Wel, en dat is juist een van de andere misvattingen. Want de naam is een beetje verleidelijk, grondrechten, dan denk ik alleen maar grond. Maar grondrechten zoals dat internationaal wordt bedoeld, dat betreft alle rechten van de in stamverband levende mensen, hun cultuur, hun traditie, hun binding met de grond, hun leefwezen, alles wordt dan meegenomen. Daarom is die wet niet alleen maar op grond. Natuurlijk moet je dat gebied afbakenen, zodat men weet precies waar de mensen wonen, waar ze in tribaal verband wonen. En dan ook hun bestuurssysteem, hun traditie moet ook duidelijk omschreven en vastgelegd worden. Er is in tribaal verband een bepaalde bestuurssysteem, ja, wat we noemen traditioneel gezag. Ja. Ook dat moet ook in wettelijk geregeld worden. De contacten, hoe je de mensen benadert, dat moet ook wettelijk geregeld worden. En al deze zaken zijn al internationaal vastgelegd. Ja. Suriname hoeft het wiel niet meer uit te vinden. Ja, maar wij doen alsof we zo bijzonder zijn, alsof grondrechten een uitvinding is van Suriname of van de binnenbewoners, maar niks is minder waard. Ja, wat de meidtakie, ja, if you give on to smaak, hier afhoefakondre, dan in feite, als het nou moeilijk, maar dat is het in feite niet. Nee, maar want internationaal is het niet zo. Juist, maar aan ik om afhoefakondre, dat maar het tand dat ik bij de Libië, dat ik bij even, dan is maar dat bescherm een gebied horen in stand. If you look for this, maar ik go om. Nanga abusi, nanga de massa ekot udu, de massa eroko god, de massa efernita godoro. Yeah. Dan ik kan tegen jou taki, a status san wie abil extra tak ona groenste land ter wereld, 93% groen, bos. If you free abra, a gebied no no da, da yosari. Want ik kan tegen jou taki, vanaf, om ik kon analyse vanaf 1990-2024. Yeah. En a blijkt taki, 447.000 hectare. De magie aan concessies. Zo in een samakagebied. Ja. Een samakagebied bij Omeke is 1,4 miljoen hectare groot. Ja. En daarvan is 447.000 hectare gegeven aan concessies. Ja. En grote deel van de concessie is die G-Baka 2007, Baka Afonis. Dat betekent dat land die neer rekening de manier respect aan rechtelijke uitspraak. Ja. En de man, als vast aan ego no no de, als vast apprecie vernietigd, dat if uno trek aan de bel, dat me kan tegen dat hij ook kan vergeten als status voor groenste land ter wereld. Ja. En de man denkt dat hij om economisch belang. Maar if je hoort abusi, ik kan make more money dan kap abusi gue. And the go to. Want dat is aan een duurzaam man. Zijn je vernietigd bij een go to, aan ekomoro. Ja. En de chemische stof zou ik in naar grondvoer eigenlijk is om te huilen. Ja, maar oké, we zijn blij dat onze Bingeland bewoners, met name de inheemse en de Maron, ze hebben hun best gedaan, uiterste best vanaf toen, voor hoor abusi in stand en dankzij hun, hoe abiwan mooi kring busi nono de. U heeft net aangegeven, in feite, if un horabusi in stand, dan unaf kap den bon, unaf diki den dika goutun nanga de tratrasani. Hebben jullie dan een plan als inheemse en Maron gemeenschappen? Fafu, mek amoni kon toch in a staatskas, want akondre amoni van odo, en amoni den abusi. En if it takiles. En dat je moet nu die balans gaan vinden, hè, van economische aangelegenheden en het klimaat. Is er een plan vanuit jullie? Pokantak Lanti, if een volga plan, ja, we make more money en unusrefi kan put money in a staatskas, zodat u allemaal kan genieten voor het systeem. Oké, kom ik tegen. Eigenlijk aan een taak.
voor mij kwam plantje lanti voor mijn money. Maar ik denk dat lanti wel de op de hoogte. Want afgelopen COP, klimaatconferentie naar Dubai, dat UNO-president preserve bij DAPE. Ja. En die akkomieren van trots attacki om mijn money de beschikbaar voor haar ontwikkeling. Ja. We klimaatverandering, dat nou een biggie challenge no dat je hier grond tappen. En mooi. Op grond voor Assan dat hij alles maar de instakki, one of the dressing, one of the redding voor a klimaatverandering naar Abusi. Dus if you Abusi, dat betekent dat you up money. Ja. Sang I must do, I make one plan. En a plan dat hij na lanti must make the plan. En de lanti nou maar make a plan dat de man kan juro deskundigheid voor JP, want a feit de tak op genoeg busi. Ja. Dus you must so go naar you busi, naar you plan voor go shoppen. Voor zoek de miljarden kon. Want dat ook zoek miljarden voor dat we zeer de rondhoud en zo van in de maat. Ja. Maar met een goed plan kunnen we geld. En wij als inheemse en tribale volken, ik had tegen dat ook op voorbereid. Maar ik kan met een plan voor je plan uit, past die aan juridische erkenning. Want if ik like, van onder domein werd het takkie, tak, ja. Zolang je nog op een pis papieren, dat ik grond aan of je, dat ook dus zo, uno kan ik op plan mooi en waar, maar lanti moet accepteren en erkennen hoe nu tak werkelijk apis deel voor strana dape, hoe nu etan dape. En dat de a plan kote a monikon, dat strana ook is een deel, wie ik is ook deel, omdat in alle de vonnis, wat staan zou ik haar benefit sharing de. Ja. Dat betekent dat je one deel voor a winst zou je maken uit de alle activiteiten zou vinden precies in dat gebied, ook moest go terug naar desma. Ja. Maar dat is een jeppie desma ook, maar onnolijke organisatie, ook de basic, we versterken onze organisatie, we vinden dat een leiderschap in een gebied moet versterken, ook traditioneel gezag, want een nieuw vereiste nu nodig, voor tieren je gemeenschap, in een kadoe moro zo naar een awakatiki. Ja. In kies de tools, naar de schild die je van nodig, je kan go mee, je kan roken naar klimaatverandering, je kan roken naar donor money, want donor niet, je money gratis, dat is maar bepaalde eisen. En in voldoende de eisen voor kan van je beheer money in structuur in place in je dorp te amonikon tak wama toma no ganga money maar werk amoni investeer je gemeenschap dat de gebied dat die de basic wat deze kabaat nanga want om mati organisatie voor tranga atiri voor mek nu leider beschikbaar je de tools de eurokosani van ik kan tier je kondre nanga na tap de amonyo fasi ja. We hebben de president gehoord zaterdag en heeft aangegeven dat de wet bij de Nationale Assemblée ligt. En heeft verzekerd zaterdag tijdens de regeringspersconferentie dat een wet wordt aangenomen in een regeertermijn. Heeft u nog geloof daarin, meneer Yabini? Ik kan tegen je dat wie voor binnenland hoe je shi naar Bribi. Ja. Omdat u hier genoeg belofte, genoeg beloof. En dus heb ik ook een jaar verkiezen ook kon. Dus de mooie taki ook kon. Ja. Maar nu nodig, ik denk dat de president van Mekes heeft geloofwaardig, dan moest voeg daden bij het woord. Ja. Dat ja. De Oshi Awet neemt aan en de noemt ook een wet aan, naar een aanpassing zijn je voldoen naar de minimale internationale standaarden. Want dat toch, if een wet niet voldoen, dat doen we doen. Is een papieren tijger. Juist. En we hopen dat de volk, alle de richtlijnen, zijn internationaal leg vast naar de minimale standaarden voor mensenrechten dat de teken in de wet. U was ook parlementariër. Ik ga onderzoeken, zijn er status voor aanname nodig of behandeling? We regelmatig in contact met ook dat parlement, omdat we vinden dat je like burger of lid voor Sabi Seipsa en eigen om hun belang. Yeah. Dus de Oluku met contact met het parlement, dat als aan de regering. De regering dat naar het parlement moest doen. Maar ik vind dat die na een big verantwoordelijk, want de wetgever. Yeah. En de regering niet reageert dat jullie het parlement, jullie moet zorgen dat je doet zijn, je hebt doen. Omdat Tamara, Iwan, ik des maar stem die bakka figures dat je vertegenwoordig een volk. En nog voor je partij naar je eigen belang. Yeah. Dus dan denk dat je voor alle de beloften, zou de Mickey dat nu naar hoogtijd voor de man kan doen, zou de moest doen. Yeah. En natuurlijk, want
kom tegen je, brother. Ja. If you look at our wet DC, na enige wet in Sranang, per so voor consultatie van presie, per alle soorten smassen afverstaan moest je de mening. Maar vergelijken met grondconversie, ze hebben een big impact. Tap a heer kondre. Dat de bypass is going via een staatsbesluit. Sleut, ja. Maar grondrechten zijn eigenlijk een belang, ook internationale verplichting, dat je kon aan alle soort reden, alle soort argumenten voor nokkeur aan wet goed. Goed, ja, omdat Medina samenleving, van vorig jaar had je zoveel acties met betrekking tot grondrechten. Ook toen een dame bij naar Holland, bij die informatie dat ja, naar samaka grondgebied, nou een man mag komen bepalen in feite. Dus om mijn soort sani etaki. En dat ben wel kwam ching vrees kan de, want salasan in feite, te asan keur goed. Nou een grondgebied voor een bepaalde stam, pe je sluit andere Surinamers uit. Fu kafe no pis san tu fu kan bawam chi oso of san fa san oroke en feite want ye yere o me san ma u heeft met het beeldje gehakt, u kent de materie, hoe gaat het in feite werken? Ja, mi breed taki aksa vraag disi omdat net sami tegi but de man no do san de sku ala rede fu no do want if one day wants ma opo ne akona ngwa verhaal san no up juridisch no grondslag. Dat je nog kan gaan tapassen dat tak naast aan dat Mickey Onoman. Want alles maar op de mening en hoe de in, want democratische konden is alles maar op een tak was aan. Maar jullie staat, jullie parlement, jullie verantwoordelijk bestuurder, moest lukken sang a wet etak. Sang na de, you up alle tools voor make your wet voor regelgeving. Grondrechten toekennen aan de binnenbewoners betekent niet dat het gebied wordt afgescheiden van Suriname. Het blijft één grondgebied, dat grondwet tak. Ja. Zijn je net lekker van ons, maar ik kies een jari of een concessie, 50 hectare of zo. Als je hem zou dat is een grondrechter, maar je bent een individu, je bent een collectiviteit. Dat is desma die in een stam die je een bepaalde gebied bij de tankaba. Dat je leg vast. Dus leg van allemaal, ik ga tapsi, ik ga op vakantie, ik doe dat. Als je dat doet, in het verschil dat je, if you want to do economische activiteit zou op schade die een gebied voor deze man, dat je moet tak naar een visie voor de categorie. Komt je een voorbeeld. Kota je wang go do houtkap of goudactiviteit naar oorsprong van een krikie. Ja. Maar onderzee van krikie, want dorpo de, sa eme gebruik van dorpo dati. Van watra. Ja. Dan in ook kan go die dape concessie toch, of go roko goud dape, want deze man onderzee o op probleem. Ja. Door een negatief effect op dat is mogelijk dat niet op grond voor deze mek oefent dat in elkaar ook op dat goed. Ja. Ik kan door trassen op een duurzame manier. Dus medezeggenschap. Juist. Dus vooraf. Ja. En dat na heersen voor grond. En ons aan dat kon er ook sluit af. Ja. Dat, nee. Afscheiding. Nee toch. Je mag ook roep onafhankelijkheid. En ook kan. Ah. In elkaar met een staat, in een staat, want dat meer ook toe. Want een staat die wel minimale vereisten, die kan kiezen met een staat. Ja, maar je hebt dus maar zij pompas aan dat in deze idee. Maar omdat door onwetendheid, dat is mijn tak wel los aan. En ik vind dat ik maar dat om je hebt de leerde sang na zijn dat eigenlijk in de verkeerde passie kon naar hoofdwerk beelde. Ja. Omdat aan negen om sades maar etak. Want ze praten zo overtuigend dat volgens een internationaal recht dan naar uno gebied no amala mag contact no ama maar mi denk dat je staat op genoeg deskundige sa e beheers a internationaal recht tak de zijn dat na ano true ja en dan minobo last meeting fus masa e tak de soort zijn dat tak na daarom me kono madwa sani ja want uno bestuursysteem is niet in staat ja ano tranga so voor de one staat in one staat ja o de one integraal deel voor strana en dat gaan we blijven. Maar wettelijk geregeld, een traditioneel gezag wordt bij wet geregeld. Dus dat ben je op de taak en bevoegdheden. Ja. Een gebied wordt omschreven, gedemarkeerd. Alle de regels zijn ook naar staat, nou regels zijn wie lekstraan parlement moest maken en dan de regels dat we ook. If we kan doen, dan hebben we ook die taakstraan moest doen, een grondrecht ook, dat we kan verklaren. Alles onafhankelijke staat. Maar dat doen we toch niet. Oké, zuiver. Meneer Hugo Yabini, bedankt voor deze uitleg vanmorgen.
Maar u heeft er wel geloof in dat dit vraagstuk opgelost zal worden. Ik heb geloof in, ik ben een jurist, ik geloof in de rechtsstaat en ik geloof dat ook onze regering zich aan wet en recht zal houden. En dat we ook ons zullen committeren aan onze internationale verplichtingen. Ja. En om onszelf niet belachelijk te maken internationaal, denk ik dat het hoog tijd is om invulling te geven aan deze verplichting die we hebben. En dan hoeven we niet meer te gaan naar het buitenland om maar een mooi verhaal daar te vertellen, maar we moeten gewoon de daad bij het woord voegen. Zijn er nog internationale rechtsmiddelen om deze zaak aan te vechten? Ja, natuurlijk, omdat we zijn nog steeds lid van de OAS en we zijn ook lid van de VN. Dus wij zijn nu nationaal begonnen om de nationale rechter te adiëren, zodat de nationale rechter kan vaststellen dat de staat in gebrek is gebleven om de vonnis uit te voeren. Ik praat bij deze over Samaka vonnis. En als de rechter dat heeft vastgesteld, dan kunnen er wel consequenties zijn voor de staat. Maar men gaat door met schendingen, dus wij gaan verder procederen, ook internationaal, zodat er meerdere vonnissen kunnen komen. Want geloof me, elke klacht die je nu indient, zal in het nadeel van het land beslecht worden. Er zijn gewoon ook voorbeelden. Dank u wel.